Yo mensen van ProGames HD, daar ben ik weer met een nieuwe video en vandaag een speciale video, namelijk over de Nederlandse community en elkaar strijken op elkaars kanalen. Nou, we gaan eerst naar YouTube toe en gaan we eerst kijken van wat mag je uploaden en wat mag je niet uploaden. En kan je vinden, je gaat eerst naar YouTube. Moet even laden. Kost ons een beetje langer duren bij mij. Ik heb een beetje veel openstaan. Maar daar gaat het niet om. Even naar beneden scrollen. Gaan we even naar voorwaarden. Voorwaarden. Community richtlijnen. Respect de community. Wat mag je niet? Naaktheid en seksuele inhoud. Schadelijke of gevaarlijke video's. Geweld of explicieve video's. Acteursrecht. Haat, dreigende inhoud, bedreigingen, spam misleiden, maatdata's en scammers. Dat mag allemaal niet. Oké, we gaan het nog even hebben over Tease Game. Zijn video's heeft 3 strikes. Maar dan ga ik even iemand opzoeken. Het. Even terug. Nee, ik moet eerst even terug zo. Het Game S. Als hij zo heet. Oh ja, ik heb hem al gevonden. Het Games, zeg ik. Daar heb ik ook namelijk een klacht over. Over een video. Nou, niet echt een klacht. Maar iets wat ik een beetje raar vind. Kijken of ik die video kan vinden. Namelijk. Nou, even kijken. Even zoeken. Als die dan tussen staat van de Omigo video, was dat video's. Even kijken of er nog tussen staat. Ja, die. Zie je. Video's met leeftijdperking op basis van onze community richtlijnen. Dat bedoel ik. Dit. Hadden ze met Tease Games ook kunnen doen. Hadden ze niet hoeven verwijderen, maar hadden ze gewoon op 18 plus kunnen zetten die video. Had je ook kunnen doen. Meer is er niet aan de hand. Had YouTube ook kunnen doen. Kan je ook zelf doen. Hoe zet je video op 18 plus? Als je denkt dat de inhoud te heftig is. Nou, dat doe je gewoon bij bewerken van je video. Geafficheerde instellingen. Druk je gewoon op leeftijdsbeperking inschakelen. Zie je? Dat kan ook gewoon. Dan voorkom je al een beetje dat de video verwijderd wordt van Omigo. Want Omigo is YouTube doen ze wel erg moeilijk over Omigo video's. Oké, maar dit is het. Nou gaan we naar een andere stap toe. Die video's verwijderd wegens een community richtlijn strike. Dan typen we hier op Google dit. YouTube video's bezwaar maken tegen en waarschuwen. Dan klik de eerste link aan hierboven. En dan gaan we verder. Klik je naar kanaal instellen. Hier staat afgebeeld hoe je het moet doen precies. Kanaal instellingen en dan kan je hier de eerste waarschuwing intrekken die je hebt gekregen van de community richtlijnen. En je hebt ook nog acteursrecht, maar dat hebben we vorige video al behandeld. Maar het gaat nu echt om de community richtlijnen. Goede reputatie, goede, maar waarschuwings van community richtlijnen kan je ook verwijderen. Maar als je een waarschuwing krijgt van de community richtlijnen, vervalt die waarschuwing pas na 6 maanden, elke waarschuwing die je gekregen hebt. Heb je dan al 2, dan moet je oppassen. De eerste waarschuwing voor community richtlijnen is dat sommige functies uitgeschakeld worden. Tweede waarschuwing is 2 weken niet uploaden. Derde waarschuwing is
kanaal verwijderd. Dus bij acteursrecht geldt hetzelfde. Krijg je een acteursrechtklacht van iemand, dan worden bepaalde functies uitgeschakeld. Eerste waarschuwing, tweede waarschuwing, 2 weken niet uploaden. Derde waarschuwing, kanaal verwijderd. Ik hoop dat ik jullie dan een beetje op de hoogte heb gehouden van hoe je het nou precies moet doen om waarschuwings in te trekken. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk heeft het geholpen deze video. En tot de volgende keer.